De tweede wedstrijd in de voorronde van het wereldkampioenschap bracht het Nederlands elftal in Leipzig in het veld tegen Oost-Duitsland. Beide ploegen hadden al eerder tegen Hongarije gespeeld en allebei verloren. Wilden ze nog een kleine kans op een plaats in de eindronde behouden, dan was een overwinning de enige mogelijkheid. Maar zover is het niet gekomen. Want zowel de in donkere shirts spelende Oost-Duitsers als de Nederlanders hebben de vele kansen die ze kregen niet benut. Vooral in de eerste helft was het maar een matige wedstrijd. Toch kwam de oranje voorhoede vaak voor het doel van Spiekenagel, zoals hier. Maar uit Van der Kuijls voorzet kopte Henk Groot over de lat. Aan de andere kant konden de Duitsers, hoe snel ze ook waren, het doel van Pieter Schraafland niet vinden. Eenmaal kwam Groot vrij voor de Duitse keeper, maar hij vergat te schieten. Hoewel de Oost-Duitsers technisch beter waren en ook sneller dan de Nederlanders, voerden ze hun samenspel zo lang door dat de verdediging van Oranje steeds op tijd kon ingrijpen. Vooral debutant Pronk en aanvoerder Wiersma zorgden hier voor de opluchting. Maar van werkelijk gevaar was geen sprake. En het verwonderde dan ook niemand dat het bij de rust nog 0-0 was. Pas daarna werd er tweemaal gescoord. Het eerst door Nederland toen Henk Groot een van de paal terugspringende bal in het net kopte. Toen kwam er enige spanning in de strijd. Oost-Duitsland belegerde minutenlange doel van Pieter Schraafland en het offensief had succes. 10 minuten voor het einde bracht Erler met een onhoudbaar schot de stand op 1-1. En daar bleef het bij. Een pover resultaat dat alleen prettig is voor Hongarije, dat nu praktisch zeker naar Chili zal gaan.